Interventia, mijn antiekzaak. zaak. Toen ik in april 1951 terugkwam, na mijn diensttijd in Indië, kwam ik in de Lange Houtstad 23a in Den Haag. Daar had mijn vader, najaar 1950, een bestaande zaak in woningenrichting overgenomen, onder de naam Interventia. Dit was een zaak in nieuwe, klassieke kloostermeubelen, zwaar spul. Daar mijn vader vroeger ook in antieke meubelen en een antiek klein goed en verlichting had gehandeld werd het assortiment al snel uitgebreid. Om aan handel te komen ging mijn vader samen met collega's veilingen af, om samen in te kopen. Eén boter en later werd de handel onder elkaar afgemaakt. Dat was de manier om de inkoopprijs laag te houden. Ik deed ondertussen de winkel. In 1955 kocht mijn vader het pand, omdat hij er anders uit moest, want er bestond geen huurbescherming in die tijd. Eind 1958 Overleed mijn vader, en ik zette de zaak samen voort met mijn moeder. Ik ging veel bij collega's langs om handel te vinden. Ook maakte ik de wekelijkse tocht naar de rommelafdeling van de Haagse Markt op vrijdag. En ik verdiende veel aan het opknappen van kristallen verlichting. In de loop van de tijd heb ik heel wat bekende Nederlanders in de winkel gehad. Wat namen? Frits Philips, Luns, Prinses Beatrix, Monsieur Beer, Pistolenpaaltje en diverse Kamerleden en Cote en B die filmopnamen gemaakt hebben voor een van hun sketches. Ook veel buitenlandse handelaren en toeristen. Daarnaast leende ik geregeld antiek uit als requisite voor voorstellingen van de om de hoek gelegen Koninklijke Schouwburg. Tijdens de gijzeling van de Franse ambassade in 1976 hebben wij toegang verleend voor de NOS-studio aan het Korte Verhoud. De hoofdingang van de studio lag namelijk direct in het schootsveld van de ambassade. Er zijn heel wat mooie dingen door mijn handen gegaan. Interventia was een bekende stek voor verzamelaars van oude answerkaarten met diverse thema's, zoals stadsgezichten, treinen en trams, pin-ups en leden van een koninklijk huis. Vooral op zaterdagmiddag zaten deze verzamelaars uren in vele schoenendozen gevuld met oude answerkaarten te neuzen. De zaak werd steeds voller omdat er steeds meer klein goed kwam zodat de klanten de dingen makkelijk zelf mee konden nemen en impuls aankopen deden. Na 55 jaar zijn we ermee gestopt. De handel ging steeds meer achteruit en onze zoons hadden geen zin om in de zaak te gaan. In 2005 is het pand goed verkocht en we genieten nu van onze oude dag, ook weer in het centrum van de stad. Na gedane zaken is het goed rusten.